Ik ben in het paradijs beland, jongens. Nou, ik zit weer in de lobby en we worden zo opgehaald om naar Amsterdam te vliegen. En dan is het tijd voor vakantie. Het is echt super shit, want ik had even niet bedacht dat het natuurlijk maandag is en alle winkels eigenlijk pas om 1 uur open gaan. Nou, nu schijnt de zon wel vanochtend wat. Het is nog steeds koud. Ik heb vakantie! Ik heb vakantie! Me too! Ik ben echt nog nooit van mijn leven zo gelukkig geweest dat we er nu mee zijn gekomen. Oh, het water is koud. Mijn mam zegt ineens, het is tijd voor een kokosnoot. Krokodil eten kan hier ook. Gadverdamme. Een hele goedemorgen lieve mensen en welkom bij een gloednieuwe weekvlog. Ik ben nog steeds in Toronto. Welke lucht is er? Staat er iemand in? Nee. Welkom nog steeds in Toronto. We zijn er nog steeds. Ja, echt. En ik ben onderweg naar de sportschool. Volgens mij is het iets van 7 uur, 7:30. Ik heb best wel uitgeslapen. Waarom doet hij het niet? En vandaag is terugvliegdag ook weer. We gaan vandaag terug naar Nederland. Maar dat is pas vanmiddag. Het is pas 7 uur, 7:30. Dus op naar het gym eerst. Nou, ik heb lekker gesport. Ik heb me omgekleed. Ik heb even mijn skims aan en wel nog de Gymshark broek. Die zit gewoon lekker. Ik ga even ontbijten. En daarna loop ik denk ik nog even naar de mall toe. Gewoon om even wat stappen te zetten. Lunch te halen. En dan is het al langzamerhand tijd om naar Amsterdam te gaan. Zin in. Ik ben op vakantie, jongens. Oh, wat heb ik zin in Thailand. Dat is echt niet normaal hoeveel zin ik heb om op vakantie te gaan. Heel veel mensen vragen van, vind je het niet erg om dan een vliegtuig in te moeten terwijl je in een vliegtuig werkt? Nee, zeker niet. Ik was gisteren dus live op TikTok en toen vroegen heel veel mensen van, is het niet lastig met hotel ontbijt om zeg maar gezonde keuzes te maken? Omdat je dan niet echt dingen zelf kan maken en vaak gebonden bent aan wat het menu geeft of wat het buffet geeft. En een buffet is vaak wat makkelijker, omdat je daar verschillende opties hebt. Op het moment is het ontbijt à la carte. Wat betekent dat je gewoon van een menu, net zoals dat je een restaurant à la carte zelf bestelt. Weet je, het is gewoon gezonde keuzes maken. Ze hebben bijvoorbeeld ook red velvet pancakes. Ja, super lekker, maar dat moet ik dus nu niet meer doen. Je kan ook je eigen omelet maken. Nou, dat is veel slimmer. Ik pak er gewoon een eiwit omelet met tomaten erin. En ze hadden iets van een berry bowl, dus een rood fruit schaaltje. Weet je, het is gewoon gezonde keuzes maken en het is allemaal niet onmogelijk. Maar je moet er wel de commitment voor hebben om dan zeg maar die gezonde keuzes te willen maken en te kunnen maken. En weet je, heel af en toe iets wat ongezonders bestellen is ook geen straf. Ja, dus het is zeker te doen. Het is niet onmogelijk, zeg maar. Ik heb gisteren wel lekker een Ik vind dus qua energiedrankjes dat Alani, maar dat verkoopt volgens mij niet in Nederland. Dat Avani van Kim Kardashian en Monster. En ik heb nu dus weer een nieuwe smaak. En van Monster drink ik eigenlijk, als ik Monster drink, altijd die Zero Sugar. Maar deze blauwe kende ik dus nog niet. En ik zag hem en dacht, ik ga het proberen. Dit is Ultra Blue. Ik vind de roze heel lekker. De witte, de groene. En die Lewis Hamilton version, die limited edition. Maar deze ga ik nu dus proberen. En ik loop even naar de mall toe. Gewoon om wat stappen te lopen. Ik heb verder niks nodig. Ik heb misschien wat lunch voor straks. En dan ga ik terug. Ga ik weer lekker YouTube binge watchen. Yay. Ik ben dus weer in een Marshall beland. Om een of andere reden eindig ik altijd in een Marshall of iets. Maar goed, het is alleen even om te kijken. Ik heb niks nodig. Maar rondkijken kan altijd, toch? Ik ben trots op mezelf. Gewoon niks gekocht. Ik ga lekker terug naar het hotel. Ik ga even ergens in de mall iets te eten halen en dan lekker relaxen in het hotel, denk ik. Ik heb een beetje last van mijn ogen. Het is ook best wel een beetje rood. Kun je het gaan anders maken? Ik ga lekker terug naar het hotel. Ik hoop dat jullie snappen dat we hier even rond moeten neuzen. Oh god. Ik had zo gezegd dat ik het niet meer zou doen. Ik ben trots op mezelf. Ik heb niks gekocht bij de Funkowinkel. Ze hadden ook geen Lord of the Rings. En dat heb ik echt met mezelf niet afgesproken. Tenzij het Lord of the Rings is wat ik nodig heb. Wat ik echt wil hebben. Niks. Ik ben even bij de supermarkt om even iets te eten te halen voor straks. En dan de rest van de tijd tot aan calling ga ik lekker in de relaxen. Nou, ik heb even bij de Subway een broodje gehad. En ik heb zo'n lange gehaald. Dat heb ik voor nu
iets. Het is nu namelijk 11:30 en dan kan ik een paar uurtjes gaan slapen. En heb ik voor daarna nog een helft, zeg maar. Ik heb een volgepropt met proteïne. Dat doe ik altijd meestal turkey breast en grilled chicken. En dan gewoon met sla, geen saus. En dan heb je lekker een bolletje op proteïne erbinnen gewerkt. En dan gewoon bruin brood. Ik ga nu terug naar het hotel. Even de helft opeten. Even proberen te slapen. En dan terug naar Nederland. Zin in. Dan heb ik vakantie gewoon. Oh my god. Zin in. Nou, ik zit weer in de lobby en we worden zo opgehaald om terug naar Amsterdam te vliegen. En dan is het tijd voor vakantie. Dus ik zie jullie morgen op de zondag weer. Tot morgen! In Nederland. Het is momenteel 8:20, dus bijna 8:30. We zijn veel te laat binnengekomen, maar dat maakt niet uit. Wat ermee te maken met dat we moesten de-icen op Toronto. Er was namelijk behoorlijk wat sneeuw gevallen in de tijd dat wij calling hadden tot aan vertrektijd. En dan moeten de vliegtuigen altijd even de-icen. Dat duurt altijd even. Maar goed, we zijn in Nederland en lieve mensen, ik heb vakantie. Vakantie! Weet je hoe bizar dat is om te zeggen dat ik vakantie heb? En het is vandaag dus zondag en woensdag vertrekken wij naar Thailand voor 2,5 weken. I can't wait. Het was een best een lange vlucht van Toronto trouwens. Normaal ben je er wel binnen 6 uur. We hebben er zo'n 7 uur over gedaan. Ik weet niet wat het mee te maken had, maar het maakt ook verder niet uit. En ik ben kapot. Dus ik ben blij dat ik lekker met de trein ben gaan en toch niet met de auto. Ja, ik ga nu terug naar Venlo, auto pakken, naar huis rijden. Want mijn auto staat gewoon op het station, zeg maar. Laten we hopen dat hij heel is. De laatste keer natuurlijk dat we een auto op het station hadden geparkeerd, was de ruit ingeslagen. Dat kan ik nu niet gebruiken, ik heb nu geen zin. En dan ga ik de rest van de middag helemaal niks meer doen. Lekker in bed blijven liggen. Slapen, huis en ook eens kijken. Nee, de Kardashians kijken, want dat is, die fase ben ik nu weer in. Maar goed, ik ga eerst even lekker naar huis rijden. Nou, ik ben heerlijk thuis en ik ben echt zo blij dat ik thuis ben. Het is zelfs zo erg, ja, ik heb allemaal pakketjes binnengekregen. Het is zelfs zo erg, ik weet niet of jullie dat ooit hebben gehad, dat ik gewoon misselijk ben van de moeheid. Zo erg is het gewoon. Ik denk van, oh, ik zou over mijn nek kunnen gaan. Maar goed, ik ben lekker thuis. Ik ga ook meteen slapen. Maar ik kwam deze dus tegen en die wilde ik even laten zien. Zo moe ben ik gewoon. Maar mijn zusje heeft dus, is er hele... appartementje, kamer, studio waar ze woont, in Breda aan het verbouwen. Die hebben heel veel Lego gekocht, dus hij doet heel veel knuffels weg. En die zak staat beneden en deze stak uit. En denk, ja, deze moet dan bij mij wonen. Ja, dus dit is Lapras. En Lapras woont op nu bij mij. En ik heb twee pakketjes binnengekregen. Eentje van Abel en eentje van Kibbel. Ik weet wel, denk ik wel, dat ik heb besteld. Ik heb het gewoon allebei besteld hoor. Het is niet dat ik het heb gekregen. I wish. Vooral Kabouw. I wish dat ik gesponsord werd door Kabouw. Dat is toch echt wel... Ik wil sowieso altijd wel met een sportmerk samenwerken. Denk aan Gymshark. Echt, I would love that. Maar Kabouw is toch ook wel echt een van mijn favoriete sportmerken tegenwoordig. Dat weten jullie allemaal. Ik heb... Ik ben zo moe gewoon. Ik heb bij Kabouw twee dingetjes besteld. De pre-workout die ik nu gebruik. Dat is die Deep Diver in Sour Cherry. Die heb ik al. Maar ik weet dat die pot best wel snel gaat momenteel. Omdat ik hem echt dagelijks gewoon gebruik. Dus ik heb een tweede besteld. Dat ik thuis een volle heb staan. En die andere gaat dus mee. Die bijna, ja, bijna leeg is. Ik denk dat die nou dat er nog een kwart in zit. Zeg maar. Die gaat mee naar Thailand op vakantie. En aangezien mijn creatine op was, en ik weet niet, als je, waarschijnlijk komen de meeste mensen die mij op YouTube volgen ook vanaf TikTok. En als je mijn live ooit hebt gezien, zei ik dat mijn creatine op is. Ik slik normaal creatine in pilvorm van MyProtein. Maar nu heb ik dus ook creatine bij Kabouw besteld. En dit is gewoon creatine monohydrate, built-out body heet het. En dit is dus smakeloze creatine. Wat betekent dat als ik mijn
Ga je het zelfs al? Die is echt wel lekker. Als ik mijn pre-workout neem, dat ik hem gewoon meng met water, want ik de creatine er meteen bij kan doen, want dat is dus ja, smaakloos, zeg maar. Dus dat kan mee. Deze gaat ook mee op vakantie in Thailand. En dan heb ik ook nog, had ik ook nog wat bij Able besteld. Ik ben van Able niet zo heel erg groot fan van hun sportkleding. Maar ik kijk vaak Jade Anna. En nou ja, je hebt het hele team misschien wel gevolgd wat tussen Gio Latoy en Jade Anna. Blablabla. En Gio heeft nou een nieuwe vriendin, Lynn. Prachtmens. Echt, oh my god, wat is dat mens mooi. Jealous. En zij had dus een pak aan, of een trainingspak, een soort joggingspak van Able. En ze had ook een kortingscode, dus ik denk, ja, ik moet dat pak dus ook hebben. En ik denk, om in te vliegen is het ook wel echt heel chill. Dus ik heb dat pak wat zij promoten op de TikTok besteld. Super chill. Dus het was een pet. En deze vind ik wel heel leuk. Het is een beetje allemaal wat stitchwerk. Het is dus een hoodie met zo'n trui met een capuchon, een joggingbroek en een pet. Allemaal in dezelfde stijl. Oh my god, I love this. Het is gewoon lekker zo'n chill pak, zeg maar. Kijk. Able. Kijk hoe cute. En ik weet niet of jullie dat echt kunnen zien, maar dan zie je een beetje, het is een beetje fluffy. Dus de trui. Ik heb de trui een L. Ik heb het allemaal een L besteld. In Gymshark ben ik overal eigenlijk wel een L in. Qua maat. En dus ook de joggingbroek. Ook. Daar staat Able gewoon op de... Ik vraag me af of dit... Ja, dit zal wel passen weer. Maar ik ga het allemaal vanavond passen als ik weer wakker ben. Ik kan nu niet meer nadenken. Maar ik wilde jullie wel even laten zien wat ik had besteld. Maar ik denk, oh, misschien... Dit is wel heel chill om in te gaan vliegen, zeg maar. Ook woensdag. Dus gaan woensdag natuurlijk naar Thailand vliegen. En in het vliegtuig raad ik altijd iedereen aan. Doe even warme kleding aan. Want het kan echt fucking koud worden in het vliegtuig. Goed, ik heb dus een hele pak. En de bijpassende pet. I'm happy with it. Maar ik ga het allemaal vanavond pas passen. En als het niet past, kan ik het morgen nog terugsturen. Goed. Ja, dat wilde ik dus vertellen. Ik zie jullie straks. Ik ga slapen. Ik weet nog niet. Ik ga niet zijn wekker zetten. Het is nu 10:50 ochtends. Aan de ene kant had ik zoiets van, ja, onze sportschool is tot 4 uur open. Ik zou tot 2 uur kunnen slapen, 3 uur slapen en dan kunnen gaan sporten. Ik trek dat niet. Als ik misschien af had gekund, afgaan is zeg maar op de vlucht afgaan in de zin van in de OCR en de crewrest kunnen slapen. Dan zat er deze vlucht niet in. Dat kwam gewoon omdat het een korte vlucht was. We zijn gewoon druk geweest, volle bak. Maar dat merk je wel, zeg maar, dat je dan echt... Ik ben gewoon 24 uur wakker nu, meer dan 24 uur. Ik heb gewoon vanaf het moment dat ik in... ik wilde het Boston zeggen, maar het was Toronto. Het moment dat ik in Toronto gisterochtend wakker werd, tot aan nu dus niet meer geslapen. Dat is gewoon 26 uur nu, dat ik wakker ben. Dan ben ik kapot. Dus ja, ik ga douchen en dan duik ik hier het bed in. En de rest komt allemaal... Later wel. Ik heb zelfs met mijn bril opgevlogen. Ik merkte in de lobby van het hotel met calling al. Lens gaat het niet worden. Toen heb ik mijn lens uitgedaan en mijn bril opgedaan. Zo erg was dat. Dus ik heb echt serieus de hele vlucht met mijn bril opgevlogen. Als ik het nu zo zie, denk ik. Oh, ik vind mijn bril eigenlijk best wel leuk staan. Maar ik vergeet dus altijd dat ik hem heb. En eigenlijk is het eigenlijk wel... Oh, het gaat echt niet meer. Oké, ik ga slapen. Tot straks. Ik wilde zeggen een hele goede morgen. Maar oi. Oh. Ik heb echt heel chill geslapen. Het is momenteel 4:30 'smiddags. Oh. Ik zie er niet uit, joh. Ik ben nog steeds gesloopt, moet ik zeggen. Maar ik ben wakker door de wekker geworden. Want het ding is, zeg maar, het liefste ga je hier nu doorslapen. Want je voelt je echt mega prut. Maar anders slaap ik vanavond niet meer. En dat willen we helemaal niet. En ik moet zeggen dat ik best wel trek heb. Het is zondag. En ik ga echt niet naar de winkel. Sorry. Dus ik ga pizza bestellen. Ik ga bloemkoolbodempizza bestellen. Ik vind het allemaal best met de hele wereld. Ik ga pizza bestellen. Ik vind dat ik dat verdiend heb. Eerste dag van de vakantie. Officieel is het zelfs nog een vliegdag. Heel veel mensen weten dat niet. Maar een vierdaagse betekent niet dat we 4 dagen op bestemming zijn. Dag 1 van die 4 dagen is wegvliegen. Dan dag 2 en 3 ben je op bestemming. Maar dag 3
vlieg je vaak op bestemming alweer terug, waardoor je dag 4 thuis komt. Zo werkt het. En dat noemen wij dus een vierdaagse. En die geeft 3 dagen vrij. En dit is dus nog dag 4 van die vierdaagse. Dus eigenlijk is maandag, dus woensdag echt reisverlof. En dan begint officieel, als je het officieel bekijkt, donderdag pas met vakantie. Maar ik heb iets te bestellen. Ik word echt helemaal gelukkig van dit pak. Het is letterlijk gewoon een joggingbroek en een bijpassend hoodie. En dan, hier heb ik het bed nog liggen. Maar het is zo lekker warm. Ik ben echt helemaal happy. Dit pak is echt de aankoop van de eeuw. Ze hadden het dus ook in het wit. Maar ik ben niet zo'n witdrager. Ik ben meer altijd zwartdrager. Oh, ik vind het echt heerlijk. Ja, deze... ik was even bang omdat ik met Abel altijd een beetje moeite heb met de maten. Dat niet zou passen. Maar hij past helemaal perfect. Ah, lekker. Ik ga even de was aanzetten. Want ik moet echt wassen voordat wij woensdag op vakantie gaan. Dus dat ga ik nu even doen. En ik ga op pizza wachten. Nou, ik heb lekker pizza gegeten. En ik ben nou even de was doorgedraaid naar het centrifugeren. Die ga ik zo ophangen. En het is 7 uur. En dan ga ik eigenlijk weer naar bed toe. Ik ben namelijk nog steeds dat ik denk, oh my god. Zo'n nacht overslaan hakt erin. Dus ik ga lekker dadelijk gewoon weer op tijd naar bed. Morgen moet ik om 10:30, voor deze wasmachine nu. Om 10:30 bij de nagels zijn. Bij mijn nagelstylist zijn. Voor het bijwerken van mijn handen. En ik mag eindelijk dus een kleur of iets op mijn handen doen. Wat normaal dus niet mag in verband met het vliegen. Dus ik zit te denken. En misschien zelfs iets met nail art. Dat lijkt me wel grappig. Dat heb ik namelijk nooit eigenlijk. Maar ik vind het ook wel misschien leuk om babyblauw of iets van lila te doen. Een beetje een hele felle kleur. Dat vind ik ook mooi als het daar echt bruin wordt in Thailand. Dat je dan een felle kleur op je vingers hebt. Maar goed, dat zien we morgen. Ik zie jullie ook morgen weer. En verder morgen is het sowieso sporten. En inpakken voor Thailand eigenlijk dus. Hè? Tot morgen! Een hele goede morgen, maandagmorgen. En welkom officieel op de eerste dag van vakantie. Ik, zoals ik gisteren uitlegde, oh, hij stelt niet scherp, hè? Ja. Officieel niet echt de eerste dag van de vakantie, maar nog reisverlof. Het is 9 uur 's ochtends. Ik ga richting onze nagelsalon. Ik zeg onze, omdat mam er ook altijd eigenlijk heen gaat. Wij gaan altijd naar dezelfde. Dan ga ik mijn nagels bij laten werken en mijn tenen laten doen. Dat heb ik ook al heel lang niet meer laten doen. Voor de vakantie. Ik heb besloten dat ik denk ik voor lila nagels ga of babyblauw. Ik weet het nog niet. En ik weet ook nog niet of ik alle nagels hetzelfde wil. Of dat ik dan zeg maar eentje misschien iets in een andere variant wil. Maar dat ga ik eigenlijk allemaal even kijken. Ik zie er nog steeds best wel moe uit, zie ik. Ik ben gisteren natuurlijk toen ik thuis kwam. Dat ik dan om 11:30 in bed lag. Toen ik om 4:00 wakker. Nee, 3:30 wakker. 3:30, 4:00. Toen heb ik natuurlijk alles uitgepakt, een beetje al was aangezet, pizza gegeten. Toen lag ik om 7:00 er weer in en ik werd dus net echt al lekker wakker. Ik heb ook echt nog nooit zo ellendig gevoeld met een vlucht als gisteren. En dat zal wel tussen mijn oren zitten, denk ik, omdat ik vakantie heb nu. En dat was gewoon even mentaal iets. Maar goed, het is officieel vakantie. Mam komt straks thuis, vanmiddag wat later, uit Rio. Ik ga nu dus naar mijn nagels. Afspraak, daarna ga ik sporten en daarna ga ik beginnen aan het inpakken van mijn koffer. En mijn kamer poetsen, want anders gaat mama gillen. Dus let's do it. Hawkins Legacy is trouwens eindelijk geïnstalleerd. Toen ik gisteren de installatie begon, stond er gewoon dat hij 10 uur nodig had om te downloaden. En vanochtend was hij klaar. Dus pro tip, als jij ook Hawkins Legacy op je Nintendo Switch downloadt, laat hem gewoon 's nachts aan de stekker liggen. Dan kan die downloaden. Zo heeft het bij mij geholpen. Want ik had al zoiets. Oh, dit gaat dus zo lang duren. Serieus. Maar goed. Portemonnee heb ik. Oh, mijn oude sleutel. Die zit er ook in. Het is aan het sneeuwen trouwens in Nederland. Er ligt echt, nou ja, sneeuwen. Ja, er ligt wel sneeuw. Het blijft een heel klein beetje liggen. Heel klein beetje. Zolang we het maar niet te gek maken. Nou ja, als we op vakantie zijn mag het gek zijn. Verder wil ik graag dat het zo manageable blijft totdat wij op vakantie gaan, please. Thank you. Hier krijg je dus echt paniek van. Ik heb mijn ketting, mijn ashanger waar mijn opa en oma zitten. Het koordje, die ketting heb ik kapot getrokken. Dat is nou wel de tweede keer dat het gebeurt. Maar ik heb die asketting nu denk ik een jaar of
3,5. En hij is, de ketting zelf is na 2 keer kapot gegaan. Nou moet ik ook wel zeggen dat ik dat ding echt in en intens draag. Dus ik doe hem echt nooit af. De enige keer dat ik hem volgens mij echt af heb gehad is toen ik een scan in het ziekenhuis nodig had. Maar ik krijg echt paniek als dat ding dus niet draag. Dat is echt ook weer zoiets wat waarschijnlijk tussen mijn oren zit. Dus ik ga even, volgens mij heb ik niet echt meer een ketting thuis. En ik moet gelukkig naar de stad zo. Oh mijn god. Even zo. Ik moet gelukkig zo naar de stad toe. Dus ik kan meteen even bij een winkel een nieuwe ketting halen. Maar oh, ik vind het zo erg dat ding niet kan dragen. Ik weet niet of nog meer mensen dat hebben die een ashanger dragen. Ik vind het verschrikkelijk om dat dus niet te kunnen dragen. Ja, ik heb echt geen ketting volgens mij. Ik zit even te kijken of ik iets anders eraf kan halen, maar... Nee, dat zit er allemaal aan vast. Nee, dat kan niet vanaf. Ja, we moeten in de stad even... Dus het eerste wat ik ga doen, een nieuwe ketting halen. Want ik kan niet zonder dat die as hangen. Het is echt zo stom, maar ik heb dan het idee of zo dat ik ongelukken krijg. Als ik mijn opa en oma niet draag. Het slaat nergens op hoor, waarschijnlijk. Maar... Oké. Okay. Nou ja, nog meer reden om naar de stad te gaan. Ik wil sowieso in de stad ook nog heel even kijken bij een kledingzaak. Want ik heb zo'n zwart rokje van de Shubi. En dat is me nou echt te groot. En ik wil wel een zwart rokje op vakantie dadelijk. Dus ga ik even kijken. Oké, okay, die ga ik even heel erg strategisch neerleggen. Of vind ik het erg dat ik deze nou niet kan draaien? Oké. Okay. Let's go. Oh, dit is echt heel erg. Ik vind het echt helemaal niks vandaag. Ik heb niet meteen zoiets. Oh, trap aflopen, dat gaat verkeerd. Als mijn opa en oma dan niet bij zijn. Het is echt super shit, want ik had even niet bedacht dat het natuurlijk maandag is. En alle winkels eigenlijk pas om 1 uur open gaan. Maar goed, ik heb om 10:30 de nagelafspraak. En ik moet voor handen en voeten, dus 11:30, 12:30, 1:30. Dat zou nog wel moeten lukken. Sommige winkels gaan zelfs al om 11 open, gelukkig. Dus ja. Maar het is wel kak van mijn kettingje. Nou, ik ben helemaal happy wat mijn nagels hebben gedaan. Ik ben toch voor een hele felle roze kleur gegaan. En dan wel mat. En op mijn tenen heb ik eigenlijk dezelfde kleur. Dus alleen op mijn tenen heb ik dan glans. Ik ga nu naar huis rijden, boodschappen doen en dan ga ik sporten. En dan langzamerhand beginnen in te pakken voor woensdag. Ik zit me ook ineens te bedenken. Ik had ook via Vinted iets van dat Dark Sport besteld. Dat sportmerk wat ze eigenlijk alleen in Amerika verkopen. Die Wolf collectie daarvan, die vind ik dus super gaaf. Maar dat verkopen ze dus weer niet in Nederland. Dus ik dacht, dat bestel ik dan misschien op Vinted. En dat, ik heb daar dus een kort broekje van besteld. Die moet ik nog even gaan halen bij het pakketpunt. Dat gaan we dus eerst doen. Met een irritante lichtstraal. En dan gaan we richting Albert Heijn om even boodschappen te doen. Maar goed, ik ben zo blij met mijn nagels. Ik heb weer zo'n felle kleur die normaal niet mag. En mijn vingers lijken er echt super lang door. Als je denkt, wat is het aan het flapperen? Ik heb mijn raam zeg maar kiepkantel staan. Dus vandaar dat het zo'n geluid maakt. Maar ik heb toch maar even bedacht dat ik later ga sporten. Dat ik eerst even mijn kamer ga poetsen. Ik heb hier die emmers staan en zo. Maar ik dacht, voordat ik dat genoeg ga ik even een lijstje maken. Als ik namelijk op vakantie ga, dat doe ik dus niet als ik op reis ga in de zin van ik ga vliegen voor werk. Maar op vakantie maak ik wel altijd een inpaklijst. Ik ken mezelf, ik ga dingen anders echt vergeten. En weet je, normaal is het niet zo erg, want dan ben je maar een paar dagen weg. Maar nu gaan we echt 2,5 week weg. Dus ik ga echt alles even opschrijven, zodat ik het kan afvinken of markeren of whatever. Als ik het in mijn koffer of in mijn tas heb gedaan. Dus dat ga ik even doen. En ik wil ook aparte inpakvideo's gaan maken voor TikTok. Dat lijkt me ook wel grappig. En dan ga ik dus even mijn kamer doen. Dan zal mam ongeveer wel thuiskomen. De droger staat beneden ook aan. En ik vind, we hebben een hele oude droger. Die zijn van mijn opa en oma geweest. En ik vind het altijd een beetje engig om die droger aan te laten staan. Als wij weg zijn, zeg maar. Dat hebben we ook met de afwasmachine. Wasmachine is een gloednieuw ding, maar... We hebben wel eens gehad dat het een stroomstoring of iets veroorzaakt. Of dat het is gaan lekken en dat willen we niet. Dus vandaar dat ik ook nog even thuis blijf. Ik ga dus even dat inpaklijstje maken. Nou, alles is schoon. Het is nog wel één grote zooi. Maar ik heb mijn koffer even gepakt. Wat ik meeneem. Het is echt zo'n mega groot koffer. Ik heb volgens mij ook ooit een bank gekocht.
Volgens mij moeten we in Bangkok weer een grote koffer kopen, want die andere twee zijn helaas kapot. Dus ik ga alvast wat dingen inpakken. Ik ga even mijn toilettas uitzoeken. Of dat doe ik na het sporten. Dat weet ik nog niet. Maar ik wacht nu eerst even tot mam thuis is, want ze kan ieder moment thuis komen. Ik ben zo verliefd op mijn nagels. Ja, echt heel vet. Nou, mijn kamer is gepoetst. Mijn koffer is al behoorlijk in. Ik pak mam is net thuis gekomen. En ik ga nu even sporten. Dus ik ga even mijn pre-workout nemen. Dat kan ik met het flesje doen. Ja, het is weer die deep diver van Kabau. Hier heb ik dus een nieuwe pot van besteld. Dat deze oude pot zit nog een kwart in, zeg maar. Die kan mee op vakantie naar Thailand. En dan ga ik even sporten. Het is leg day. Echt de meest verschrikkelijke. Ik vind benen zo verschrikkelijk om te trainen. Maar goed, het moet even. Dat moet ook gebeuren. En dan, hoe laat is het eigenlijk? Het is 4:15. Dus het is, meestal rond die tijd is er niks te doen in de sportschool. Dat ook wel heel chill is. Ik heb trouwens ook een TikTok opgenomen over wat ik meeneem qua beauty naar Thailand toe. Dat is natuurlijk anders dan wat ik normaal meeneem. Ja, ik ga sporten. Dus, ja. Nou, ik ben weer terug van het sporten. En ik ben ook nog even gaan wandelen om mijn stappen te krijgen. Ik probeer iedere dag 10.000 stappen te zetten. Dat lukt niet iedere dag, maar... Nu was het wel oké weer. Wel heel koud, maar wel oké om te gaan wandelen. Ik heb nu even eten gemaakt. Mam ligt nog steeds te slapen. En ik zit weer Keeping Up with the Kardashians te kijken. Echte verslaving. Eerst was het huis Anubis. Dat trekt mij momenteel weer even niet. Dat komt dadelijk wel weer. En nu is het Keeping of ja, the Kardashians moet ik zeggen. Dus niet meer Keeping Up with the Kardashians, maar verslaving. Een hele goede morgen, lieve mensen. Welkom op de dinsdag. De laatste dag thuis eigenlijk. Morgen vertrekken wij naar Schiphol toe en richting Thailand. Hopelijk natuurlijk. We gaan natuurlijk IPB vliegen. Dus indien plaats beschikbaar. Nou ja, het woord zegt het al. We kunnen alleen maar eerste plaatsen in het vliegtuig. Hij staat er nog goed voor. Dus we gaan er wel vanuit dat we meekomen. Maar ja, je weet het nooit. Ik ben onderweg naar de sportschool. Laatste workout. Ik wou zeggen voor de vakantie, maar ik heb in Thailand gewoon mijn sportspullen mee. Dus ik heb gewoon sport in Thailand. Dat vind ik namelijk gewoon lekker. Ik heb er zoveel zin in, maar goed. Back and biceps vandaag. En dan de eerstvolgende workout zal donderdag in Thailand hopelijk zijn als we meekomen. I can't wait. Nou, ik ben klaar met sporten en ik zag ineens in de spiegel wat voor enorme wallen dat ik heb. Terwijl ik het niet snap, want... Ik ben hartstikke uitgerust, naar mijn gevoel. Maar echt, ik heb echt van die dat ik denk, oh my god. Maar goed, ik ga hier naar huis toe. Ik denk dat we dan eerst even naar de stad gaan voor nog wat laatste dingen voor de vakantie. Daar ga ik eigenlijk mijn haar even wassen en al laatste dingen inpakken. I'm excited. Ik heb er zoveel zin in, echt. Als ik die foto's zie van, ik weet wel, we zitten in Bangkok, prachtig hotel. Waar we met Hua Hin zitten. Oh my god. Maar goed. I'm excited. Nou, nu schijnt de zon wel vanaf. Het is nog steeds koud. Ik heb vakantie. Ik heb vakantie. Me too. Lang leven de zon. Goed smeren. Ik heb vakantie. Ik heb vakantie. De nieuwe zomerrit van 2024. Is ook een pippetje geboren. Faven? Faven. Is dat een jongen of een meisje? Geen idee. Maar wij gaan even richting de stad om nog wat laatste dingen voor de vakantie te kopen. Ja, hebben jullie dat altijd ook? Dat je dan toch nog je koffer inzet en pakt dat je denkt, dit mis ik nog. Ja. Dat je helemaal niet nodig hebt. Maar... Nou, zonnebrand vind ik toch wel belangrijk. Ja, zonnebrand is belangrijk. Ja. Tja, spannend. Heel spannend. En trouwens, we gaan vanavond niet eten. We gaan wel eten, maar we gaan niet koken. Wat gaan wij eten? Ja. Ik word er soms zo moe van. Ja, jij zegt, we gaan niet koken. We gaan... Ja, ik zeg ook we, hè. We gaan niet koken, hoor je. Ik praat als net als jij in meervoud. We. Nou, ik weet nog niet wat we gaan eten. Ik weet niet of jij al iets bedacht had. Ik heb geen idee. Wat je zin in hebt. Ik eet alles altijd. Dus kom maar, mevrouw. Je mag oversteken. Ik eet altijd alles. Dus mij maakt het niet uit. We gaan er nog even over nadenken. We gaan er nog even over nadenken. Ze zijn de mayonaise vergeten.
Nom 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 nom. Een hele goede morgen. Ik heb gisteren eigenlijk nadat we volgens mij zijn gaan uiteten niks meer gefilmd. Maar het is de dag dat wij dus weg gaan vliegen richting Thailand hopelijk. We zijn de laatste dingen aan het inpakken en dan gaan wij richting Schiphol. We vliegen om 5 uur vanmiddag. Maar als passagier moet je natuurlijk wel wat eerder aanwezig zijn. Dus dat gaan we ook doen. We gaan even checken of ik alles heb. Ik heb mijn ID, paspoort. Hier zit in ieder geval alles in. Ik heb een boek bij me. Koptelefoon is mee. Mijn switch moet ik nog even pakken. Ik ga even de rest inpakken. En dan gaan wij richting het vliegveld. Zin in. Oh my god. Vakantie. Nou, mama is nog even haar wenkbrauwen aan het laten doen. Iemand bij ons in de straat is schoonheidsspecialiste en die doet haar wenkbrauwen dan even. Ik heb besloten, want ze zijn wel weer wat lichter aan het worden, om dat lekker in Thailand te laten doen. Dus ja, we gaan zo naar Schiphol. Ik heb net wel even gekeken en nu is de vlucht echt vol. Er zijn geen open stoelen meer. Dus het wordt spannend. En zoals ik was gisteren nog even live, altijd al zei... er is natuurlijk gewoon kans dat er mensen niet opkomen dagen. Heeft te maken met connecting flights. En mama en ik staan nog steeds nummer 1 en 2 op de ranglijsten. Dan hebben we wel al afgesproken dat mocht er wat gebeuren, mam gaat, ik blijf achter. Maar goed. Ja, dat is eigenlijk een beetje plan de campagne. Maar ja, dat gaan we allemaal morgen wel, of dadelijk wel zien. In principe ga ik er gewoon vanuit dat we meekomen. Ik ben tot nu toe 1 keer blijven staan. Met IPB'en. Dat was toen ik van Dubai naar Parijs wilde. Toen wilde ik in eerste instantie met Air France vliegen, toen bleef ik staan. En toen heb ik een paar uur later de Emirates vlucht geprobeerd en daar kwam ik meer mee. Dat is vanmorgen ook nog een optie. Mocht ik dadelijk niet meekomen, dan gaat Emirates morgen eerder dan KLM. Dus kan ik Emirates ook nog proberen. Maar dan moet ik dus via Dubai. En de overstap in Dubai naar Bangkok is echt, duurt 8 uur. Daar heb ik niet zo'n zin. Dus ik moet even gaan kijken... Hoe of wat, maar goed. Dat is allemaal een zaak van morgen. Of van later. We gaan eerst kijken of we überhaupt meekomen. Voor hetzelfde geld zitten we gewoon aan boord. Dat zien jullie dan natuurlijk. We waren de straat nog niet uit. Ik zit achter het stuur. Ik ga rijden naar Schiphol. We gaan met mijn auto ook. Zeg mam, mijn telefoon en mijn iPad. Zeg ze altijd tegen mij, heb je dit? En wat vergeet ze zelf? De telefoon en de iPad. Verder gaat het goed hoor. We zijn bepakt en bezakt. Weet je het zeker nu? Je hoeft echt niet zo te doen tegen mij. Want ik ben degene die nooit wat vergeet. En nou vergeet ik een keer één keertje iets. Ja, ik ben blij dat ze het aan het eind van de straat. Ik stom zat te kijken zo elkaar. Dan mag je niet mij de schuld geven. Ik moest nog stofzuigen en dat had jij ook kunnen doen. Weet je, dat zijn allemaal van die dingen. Zet mij niet voor paal op dat platform van jou. Dat platform van jou is ook jouw platform hoor. Nou, we zijn gearriveerd bij de eerste stop. Koffie. Tijd. Auto ligt te laden. Leuk hè, dat die elektrisch rijden. Hij staat te laden. Hij ligt hier. Hij staat te laden. En geen koffie drinken. En dan naar Schiphol. I'm quite nervous. I'm not. Nee? Nou nee, waarom? Ja, weet ik niet. Ik vind dat toch altijd spannend, dat IPB'en. Ja, is ook spannend. Maar we hebben het niet in de hand. We staan nummer 1 of 2 op de lijst. Dus als er iemand meekomt, dan zijn wij het. En dat komt omdat ik vintage ben. Vintage heeft zijn voordelen. Tot vintage zijn. Oké. Koffie nu eerst. Nou, we zijn overal doorheen. We zitten lekker even iets te eten. Heb je nog iets te zeggen? Ik heb niks te zeggen. Nu is het wachten. Over een uur gaat de gate open. Gaan we ons boardingpas afgeven. En dan zijn we aan het lot overgelaten. Ja. I'm excited. Very excited. Lieve mensen. We mogen mee. En we zitten naast elkaar. We zaten al helemaal zo van, als we niet mee kunnen, dan gaan we vanavond nu de koffers halen. Gaan we opnieuw inchecken, dan gaan we eerst naar Kuala Lumpur. Dan vanuit Kuala Lumpur door naar Bangkok. Is dus niet nodig.
Mama's manifesteren heeft gewerkt. Dus wij gaan lekker naar Bangkok. Ik ben echt nog nooit van mijn leven zo gelukkig geweest dat we nu mee zijn gekomen. Oh, kijk. Ik zit op mijn middenstoel, mam zit naast me en dan komt er hier daar nog iemand zitten. Helemaal prima. Al moest ik in de bagagebak liggen. Lieve mensen, een hele goede morgen, donderdagmorgen en welkom in Bangkok in Thailand. We zijn er. Och, wat een dag. Wat een nacht, moet ik eigenlijk zeggen. Zo blij dat we mee zijn gekomen. Zo blij dat we nou gewoon in het hotel zijn. 6 dagen Bangkok. Daarna een week lang hoe we in. En je ziet het aan mijn ogen, hè. Och, jongens. Ja, ik weet nog niet wat wij gaan doen. Ik laat het jullie zo weten. Oh, wat erg. Hier komt de trappen. Ja. Ja, die had ik al lang gezien, hoor. Dan kunnen we meteen naar de Thaise tandoor en Dunkin' korten. Maar goed. We gaan eerst wat eten. Bij een tentje waar we vaker wat eten. En daarna gaan we naar de massages toe. En daarna gaan we waarschijnlijk helemaal niks meer doen. Slapen hoogstwaarschijnlijk. Ze hebben natuurlijk een nacht overgeslagen. Maar nu we even hebben gedoucht. En nu voel ik me wel weer beter. Als toen we net wat frieten uitkwamen. Nou, de eerste avond of middag gelijk meteen Thais eten. Jee. Je ziet het denk ik al in mijn hoofd, maar we hebben echt 2 uur lang een massage gehad. En oh, ik kan zo slapen. Maar we staan nu dus in een 7-Eleven. Het kan dus zijn dat je hier s'nachts echt midden in de nacht wakker wordt. En dan trek hebt, zeg maar. Dus ik ben even aan het kijken voor iets voor vannacht. Het is allemaal zo cute hier. Ik ga allemaal leuke video's op TikTok hierover doen. Een hele goede morgen vanuit de eerste volle dag in Bangkok. Ik heb net heel braaf mijn... Ze zijn echt bijna doorheen nu. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik film zo. Maar wij gaan... We zijn om 5 uur 's avonds gisteren Bangkok tijd. Dat is dus 11 uur 's ochtends Nederlandse tijd naar bed gegaan. Nee. En nou ben ik mijn tekst kwijt. En het is nu 6:15 's ochtends. We hadden het nodig. Echt, we hadden het echt heel hard nodig. En ik heb mijn rooster gekregen voor na mijn reserve. Maar daar komt ze. Ik heb krullen! Ik ook. Wanneer? Dat is het nadeel. Als je hier in Bangkok bent, ja, dan kun je stijgen. Nou ja, dit is wel heel eerlijk. Maar ik heb gewoon krullen. Ja, het is echt, ik heb ook echt mega veel krullen. Ja, dat komt door dit klimaat hier. Kun je echt niks aan doen. Je kan stylen wat je wil, heeft helemaal geen zin. Ga ik ook lekker niet doen. Dus ja, jullie willen graag mijn natuurlijke haar veel zien. There you go. Maar met een roosterrustel dus. Lieve mensen, wij gaan voor 5 dagen terug naar het leuke Shanghai. En zoals jullie weten is het nieuwe Zootropolis gedeelte in Disneyland Shanghai open. Dus we hebben een missie. Yay! Ik denk ook oprecht dat dit een van mijn favoriete ontbijten is op de route. Het is altijd zoveel vers fruit en allemaal lekkere dingen. En brie, ook heel belangrijk. Ze moet nog even landen dat het vakantie is. I'm wearing no make-up. Ik zei net in mijn eigen filmpje al. Ik ga alleen 's avonds doe ik misschien wat make-up. Nou, ik doe gewoon helemaal niks op. Nou, wij hebben heerlijk ontbeten. Hebben we niet een ander kaartje? Volgens mij zullen we gewoon eraf doen. Okay. We hebben heerlijk ontbeten en we hebben ons nu omgekleed. Ik heb een bikini aan. Going to the pool. En ingesmeerd. Ik ben nu van beneden naar boven gegaan. Het is een dingetje op ik mijn ook. TikTok. Nee, trouwens niet. Ik heb een schouw op mijn bovenlichaam. Is dat mijn onderlichaam als laatste mijn gezicht? Oh, nee, ja. Nu gaan we lekker naar het zwembad. En I'm excited. Because it's palm trees en blue water en coconuts. Heb je je zwembandjes bij je? Ja. Moet ik ze opblazen of kun je dat zelf? Dat moet jij doen. Oké. Okay. Maar dan moet je niet piepen. Nee. En wil je ze dan al om of moet ik ze eerst opblazen en wil je ze dan om? Nee, eerst opblazen en dan om. Ja, vroeger, maar dat doet pijn. Vroeger rende je altijd weg. Ja, dat ga ik nu ook doen.
Ik ben trouwens echt mega gelukkig, want dit zijn dus die schoenen die ik in Cartagena kocht. En die heb ik nog niet aangekund en nu kan ik ze eindelijk aan. En dit is natuurlijk niks voor mij, maar de fitness heb ik vandaag gewoon overgeslagen. Erg, hè? Ik merk het gewoon aan mijn lichaam. Soms heb ik dat ik gewoon echt geen trek heb om te sporten. Dus morgen ga ik wel weer. Maar vandaag had ik echt zoiets van, nee, relax. Kijk even naar het zwembad gewoon. Ah, ze hebben dus hier twee zwembaden. Maar wij gaan eigenlijk altijd naar dit zwembad, omdat het in zo'n tropische tuin ligt. En ja, ik weet niet of je dat echt kan zien, maar dit is zeg maar een bar in het zwembad. Heel chill. Ze zijn hier naast het hotel aan het werken, wat best een beetje irritant is, want het is geluid de hele tijd. Maar goed, hè. We mogen niet zeuren. Het water is koud. Maar mam zegt ineens, het is tijd voor een kokosnoot. Vind ik een heel goed idee. Dus ik ga even wiggelend naar... Koud. I'm a small little bean. It's nice. Echt ons favoriete drankje in Thailand. Tenminste als het aan mij ligt. What about you? Ik zeg niks. Nom. Nou, we hebben de hele ochtend heerlijk aan het zwembad gelegen. En we gaan nu naar Khao San Road toe. Een van mijn favoriete plekken in Bangkok, toch wel. Nou ja, en een straat parallel aan Khao San. Ik weet niet precies hoe die heet. Maar daar laten wij dus altijd als we hier doen onze wimpers doen. In de zin van... Thank you! In de zin van wimper extensions. Wimper excellentie, zei ik vroeger. En dan zitten de wimpers mooi voor de rest van de vakantie. Yay! We pakken de taxiboot. Hoe leuk is dat? Nou, we zijn van de boot af. Ik vind dat een enorme chaos. Mijn god, het is druk. Het is best warm. Veel mensen. Maar het is wel de manier om te reizen, zeg maar. En we lopen nu door bij een soort schooltje. Sluiproute. Nee, het is heel schattig. Oh, dan is dit een tempel. Sluiproute. We gaan eerst even wat eten op Khao San. Of de straat parallel aan Khao San. We go to eat splinglas. Splinglas, please. Ik heb zin in rijst. Splinglas. Beef of zo. Lekker. En dan wimpers laten doen. Waarschijnlijk wel weer een massage. We hebben het zo druk. Ik ga gewoon echt iedere dag hetzelfde eten. Sweet and sour chicken met rijst en een fried egg. Pad Thai met chicken. Lekker! Nou, zoals je ziet hebben we net de wimpers laten doen. We hebben een massage gehad en we gaan nu nog even een dessertje eten en wat drinken. En we gaan proberen, want we hebben dus een Japanese head spa gevonden in Bangkok. Om die dus te boeken voor dit weekend. Dat zou lekker zijn. We lopen nu, en ik weet het dus afgezegd, op mijn favoriete straat in heel Thailand. In heel Bangkok moet ik zeggen, dus Khao San Road. Ik weet dat het afgezegd is, but it's my fave. Echt qua barretjes, eetentjes, winkeltjes. Vind je altijd gewoon super gezellig? Krokodil eten kan hier ook. Gadverdamme. En dan eindig je de dag met gevaar voor eigen leven. Sorry? Oh ja, yeah. We like music. Yes. Met gevaar van eigen leven gaan we nou terug naar het hotel. En de tuk-tuk. Met muziek. Met muziek. Met muziek. We zijn weer terug in het hotel en ik wil dit even laten zien. Dit zijn van die riviercruises. Ik ga echt stuk om die boten. Want in het echt, als je dus in daylight zeg maar, er langs vaart of er langs loopt, zijn het echt lelijke dingen. Maar nu zijn het best wel fancy boten. Maar goed, bij deze het einde van de weekvlog van deze week. We begonnen volgens mij in Toronto. We hebben dit natuurlijk gedaan. We hadden nog iets tussendoor, maar dat weet ik even niet meer. Weet ik niet meer, maakt niet uit. Dankjewel voor het kijken van deze weekvlog. Ik vond bij de vorige weekvlog wel leuk. Als je hem helemaal hebt afgekeken, laat dan even een palmboom emoji in de comments achter. Palmboom emoji? Ja, ik heb vorige keer, duurde mijn vlog iets van een uur. En toen heb ik tegen mensen gezegd, als je nou een diehard bent in deze vlog een uur lang hebt gekeken, laat dan even een blauw hartje achter. En dat hebben echt bijna 70 mensen gedaan.
Dus bij deze laat even een palmboom emoji achter. Ja, en lieve mensen, volgende week. Dit is wat je krijgt. Wat je ziet, wat je get. Deze week zijn we nog een paar dagen in Bangkok. En dan gaan we door naar Hua Hin. Een badplaats in het oosten van Thailand. Heel veel zin in. En ja. Dus veel zon en zee en palmbomen en kokosnoten die jullie gaan zien. En onderwaterbeelden met de GoPro. Daar heb ik heel erg veel zin in. Persoonlijk. Maar goed. Tot volgende week. Doei doei.